Hi, ik ben Robin Pijpers en dit is Why I Love This Book over Naamloos van Pepijn Lanen. Ik geef eerst een kleine samenvatting en daarna geef ik mijn mening over het boek. Op een dag wordt een man van rond de 30 wakker van een verschrikkelijke kater en is alles kwijt. Zijn laptop, geld, portemonnee en zelfs zijn naam. Hij gaat naar een bar en besluit vanaf dat moment een maand lang niks meer te drinken. De eerste week gaat het prima, maar na een week begint hij afkikverschijnselen te vertonen. Veel zweten en hele lange monologen in zijn hoofd. Er wordt steeds meer duidelijk over hoe de laatste uurtjes eruit zagen toen hij nog zijn naam wist. Hij doet er alles aan om zijn naam te achterhalen, maar het lukt hem niet. Hij ontmoet een meisje die hij herkent van de laatste uurtjes met zijn naam. En ze raken hopeloos verliefd. Maar na een week hebben ze een grote ruzie omdat zij haar naam niet wil vertellen. Dan scheiden ze hun wegen. 3 dagen later gaat hij naar haar appartement. Ze is niet thuis, maar hij vindt haar sleutel onder een bloempot. Hij heeft 3 dagen in haar huis geleefd tot ze op een onverwachts moment thuis kwam. Ik vind dit een goed boek, want het is heel persoonlijk geschreven. En ik hou er heel erg van, want alles wat je leest, denkt de hoofdpersoon. En dat betekent dat het een heel complex round character is, want je kijkt letterlijk in zijn hoofd. En dit boek maakt ook hevig gebruik van flashbacks. Elke keer als je een flashback krijgt, krijgt hij weer een herinnering die hij nog niet wist daarvoor. En dat zorgt ook voor een meer completer verhaal van dit boek. Het is zeker een aanrader om te lezen. En dankjewel voor het kijken.